Good morning YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Lief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. En vandaag heb ik voor jullie een vette Battlefield 3 game. Het is een leuke game om naar te kijken. Vandaag ga ik een Q&A beantwoorden. En je zal mij af en toe zo zien kijken, maar dat komt omdat ik twee schermen heb. Allereerst ga ik jullie even uitleggen. De Q&A vraag voor mij wordt een beetje lastig om te doen. En ja, dat komt eigenlijk door mijn dyslexie. Ik heb er al eens een keer een heel videootje over verteld, over mijn dyslexie en wat het nou allemaal inhoudt. Ik zal nog even in het kort vertellen, dyslexie is eigenlijk dat je niet goed kan lezen en schrijven. Ik kan het wel, maar niet goed. Dus ik ga gewoon even mijn best doen voor jullie om die vragen allemaal te beantwoorden. Dus je zou soms even wat, wat sprutteling horen. Maar dan weet je even hoe of wat en hoe het precies zit. Normaal doe ik dit gesproken ook met z'n tweeën. Dan laat ik het voorlezen en dan dan beantwoord ik het gewoon. Maar dit keer ben ik allemaal alleen hier ook. En laten we gewoon gaan beginnen. Ik heb er een heel veel leuke reacties van gehad. Dit is trouwens een gameplay, dit duurt echt geloof 36 minuten of zo. Misschien krijg je er tussendoor nog even een reclamespotje, maar ja goed, dat is even niet anders. De eerste vraag is van Skills 100. Wat vind je de mooiste vrouw van de wereld? De mooiste vrouw van de wereld vind ik toch wel mijn oma van 97, ja. Denk het wel. Leuke vraag. Pascal Zoet. Stel, je zou nu 2000 euro van me krijgen. Wat zou je ermee doen? Ik zal er even op de bank zetten. En waarom zou ik het even op de bank zetten? Het is crisis. Nee, ik moet een nieuwe auto. Ik heb echt een nieuwe auto nodig. Die we nu hebben. Die hebben we eigenlijk gekregen. Eigenlijk gekregen hebben we die. Maar ja, die is echt aan vervanging toe. Hij is een beetje op. De gaten rotten erin. Dus het wordt echt wel een keer tijd dat we dan een nieuwe auto gaan kopen. Ook willen we nog een nieuwe motor kopen. En dat is een motor voor mijn meisje natuurlijk. Voor Sam. Samantha. Voor degene die het nog niet wist. Dan wil ik ook naar zo'n shopper ding. Wat ik eigenlijk heb. Zoiets wil ik dan ook voor aangekopen. Maar ja, eerst een nieuwe auto. Dat hebben we gewoon echt nodig. Waarom hebben we een auto nodig? Omdat mijn meisje eigenlijk toch naar de groothandel moet en weet ik het allemaal met dat ding. Dus vandaar hebben wij een auto nodig. Voor de rest doen we er heel weinig mee. En meestal pakken we de motor. Dus. Oké, we hebben nog een vraag van JJWR. Wat voor schoolniveau heb jij gedaan? VMBO, HAVO, VWO. Ik deed IVBO. Ik weet niet eens hoe het nu heet tegenwoordig, maar ik deed IVBO. En daarvoor zat ik op een praktijkschool. Ja, en dat had ik dus net al een beetje verteld. Dat kwam eigenlijk door mijn dyslexie. Dat ik gewoon moeite had met leren. Maar goed, er is weinig van te merken op zich. Af en toe met dingen voorlezen en dat soort dingen. Dan heb je er wel heel veel moeite mee. Ook met de ondertiteling van de televisie. Dat gaat me echt veel te snel. Echt veel te snel. Dus ja, weet je wat het is? Je bent ermee opgegroeid, weet je. Op mijn werk ook. Dan zeg ik ook, er moet er wat opgeschreven worden. Schrijf jij dat even op, dan ruim ik die spullen even op en dan komt het allemaal goed. Dus dan kom ik er ook weer onderuit. Nou, die gasten die hebben toch zoiets van, laat hem dat maar opruimen, dan ga ik het wel opschrijven. Dus ja, zo kom je er onderuit, je wordt er heel makkelijk in. En de mensen in mijn omgeving, ook jullie subs, mensen die mijn video's kijken, die weten het ook gewoon. Ik kom er gewoon eerlijk vooruit. Ik ben ermee opgegroeid. Ik ben ermee geboren, laat ik het zo zeggen. En ja, ik heb er eigenlijk, heb ik er niet zo heel veel last van. En ja, zijn er mensen die hebben er problemen mee, ook om mijn werk, weet je. Je schrijft het fout. Ja, maar ik zeg, wat staat er dan? Ja, staat dat en dat. Nou, je weet al wat er staat, dan moet je niet lopen zeiken, weet je. Ja, daar kan ik wel kwaad om worden. Maar goed, ik kom het ook wel eens in de reacties tegen. Oh Jeff, je hebt weer een spelfout. Oh, wat staat er nou, weet je, dat soort dingen. En laatst heb ik ook een reactie gekregen, ik weet niet eens meer van wie. Daar stond ook in van, hey Jeff, er staat een spelfout in. Oh, nou, een beetje mijn antwoordje geven natuurlijk, hè, zoals ik altijd doe. Nou, wat staat er dan fout? Nee, hij had zelf al eerder een reactie gepost en daar had hij een spelfout in gemaakt. Nou en, waarom gaan mensen nou mensen afvallen op spelfout? Ik bedoel, ik heb hier een hele lijst met vragen voor me. En er is bijna geen één vraag zonder spelfout. Dus ik bedoel, wat de fuck maak je druk om? Maar goed, ik ga het er niet meer te veel over hebben. Joep Overtoom. Even kijken wat er staat hoor. Wat heb je liever, fruit of groente?
Fruit. Ja, dat vind ik toch wel lekkerder, weet je. Bouwen, hoge duin. Als je zou moeten stoppen met een van je hobby's, wat zou dat dan zijn? Motorrijden of vliegen? Vliegen. Ja, ik denk het wel, vliegen. Ik ga wel heel goed nou de laatste tijd. Ik ben echt bezig voor mijn vliegbuffet ook. Voor de mensen die denken, oh, je hebt een vliegtuig. Twee. Maar drie heb ik er trouwens, drie. Ja, het zijn modelvliegtuigen. Spanwijdte van 1,5 meter. Nou, dat is zoiets. Ik hoop dat jullie het zien, hoor. En ja, kijk gewoon even op mijn kanaal. Want dan hebben we ook gewoon een videootje heb ik erover gemaakt. Dat is wel leuk, weet je. Dat zijn ook mensen die vliegen met een jet. Dat ding gaat dan over de 300 heen. Gewoon kijken, weet je. Is wel leuk. Even kijken waar we waren, hoor. Samuel Vos. Als ik het goed zeg. En als ik het niet goed zeg, jammer. Wat doe je als je 1 miljoen wint? Nou, dan koop ik meteen een nieuwe auto. En meteen een nieuwe motor voor mijn meisje. En ik denk dat ik ook wel een deel aan mijn schoonouders zou geven. En een deel aan mijn ouders. Ik zal ook een huis kopen voor mijn broer. Mijn broer die woont nou weer thuis. Door wat redenen. Dan zal ik gewoon een huisje verkopen. Ja. Ja, geen villa, gewoon een flatje op Zouten. Nou, maar goed. Ik zal het wel goed besteden, weet je. Ik zal echt wel om de mensen om me heen, zou ik er ook blij mee maken. Maar ja, goed, 1 miljoen, ja. De kinderen zijn veel mee, weet je. Ik bedoel, het is best veel. Maar goed, ik zal in ieder geval aan mijn ouders en mijn schoonouders zal ik wel wat gaan geven. Zodat hun het ook nog even beter krijgen dan dat ze het nu al hebben. Ze hebben het heel slecht, hoor. Ze hebben het heel zwaar. Nee, het valt allemaal wel mee. Het is allemaal goed te behappen, dus... Oké, de volgende. Philip Kratel 1 dag geleden. Wat een naam, joh. Ik dacht dat ik het allemaal had weggehaald. Nee, maar Philip Kratel of zo. En gamingkanaal. Die hebben allebei dezelfde vraag gesteld. Hoe ben je op het idee gekomen om YouTube te gaan doen? Ja, dat is een leuke vraag. Die vraag heb ik eigenlijk bij iedere Q&A. Hoe ik ben begonnen? Het is eigenlijk door middel van Black Ops 1 gebeurd. Daar kon je opnemen, weet je, 30 seconden. En dat had ik allemaal opgenomen, een paar stukjes. En daarmee ging ik een beetje monteren en zo. En dat waren ze vaak over glitches en dat soort shit allemaal. En ja, met een beetje muziek eronder. Dus dat vond ik eigenlijk wel grappig. En ja, op een gegeven moment, ik had nog zo'n microfoontje liggen, weet je. Gewoon bij de plaatselijke supermarkt vandaan. En toen ben ik een beetje gecommentaten uiteindelijk, nadat ik een Roxy had gekocht. Ja, en toen is het eigenlijk een beetje uit de klauwen gelopen. Het is eigenlijk dus gewoon door middel van een geintje, want dan kon je wat laten zien aan die jongens, weet je wel, van Team Lief. Van moet je kijken wat we nou weer mee hebben gemaakt, weet je, dat soort dingen. Maar goed, er kwamen heel leuke reacties op en ook op mijn commentaries. Toen had ik zoiets van, nou ja, weet je wat, ik ga er gewoon mee door. Nou, uiteindelijk had ik een HD-PVR gekocht en nu heb ik alweer inmiddels de HD-PVR Plus 2, dat is de allernieuwste. Dus vandaar. Double Dutch Gamer DS. DT, sorry. Wil je kinderen? Dit is een serieuze vraag. Ja, ik had gezegd van jongens, stel even een serieuze vraag. Niet van Lusje Bananen, weet ik het allemaal. Dat slaat allemaal nergens op. Evengoed heb ik ze nog gehad. Die heb ik er ook niet ingezet. wil je kinderen? Ja, ik zou wel kinderen willen. Nog niet, want ik ben veel te druk met YouTube. Nee, ik zou wel kinderen willen, maar nog even wachten, weet je. Niborio 96. Weet je wie de vaste kijkers zijn? Ja, ik weet vrijwel wie mijn vaste kijkers zijn. En dat bedoel ik daarmee te zeggen. Dat zijn eigenlijk de mensen die eigenlijk wel overal een reactie op plaatsen. Niborio, altijd. Wessel of Wesley. Allebei trouwens. Magnetron. Er zijn er zoveel, joh. Nee, maar het zijn echt heel veel mensen. Pascal Soet trouwens ook. Even kijken, want er zijn een hoop mensen die hebben hier ook gewoon op gereageerd, weet je wel. Ezel Gaming. Matthijs. Mitchell. Klaver. Even kijken, hoor. Er zijn hier... De Jari 7. Twinkarp,
Twinkap, nee, Twinkarp. Twinkarp.nl, reageer ook op alles. Nou, er zijn er eigenlijk heel veel, weet je. Dat, ja. Ze staan niet eens hier allemaal in, maar ik score een klein beetje naar beneden. Niet te ver, want dan weet ik mijn god niet waar ik ben gebleven. Ik ben nou ook, oh ja. Dus ja, het zijn er echt wel best wel veel mensen die, die altijd wel kijken, weet je. Het zijn meestal dezelfde. Ook heel vaak gasten die af en toe eens een keer posten. Ook zijn er ook mensen die kijken dan, maar die reageren niet. Dat is wel jammer, want ik vind het eigenlijk wel, die reacties weten. Ik vind het wel heel leuk. En vooral het videootje van de week met voor Vis, die ik voor Vis had gemaakt. Zoveel reacties kijken en dan voel ik me eigenlijk meteen van... Hoppa, daar gaan we, weet je. En iedereen vindt het goed en leuk. En dat ik de community een beetje wil helpen en zo. Maar goed, we gaan even een beetje opschieten. Want anders, ik zit nu alweer op 10 minuten. Anders dan wordt het gewoon veel te lang allemaal. Wat is je favoriete game, game van alle games? MW3 en Battlefield 2 op het moment. Dat werd gesteld trouwens door Tosti Apparaat NL. De Baksteen NL. Wat vind je het leukste om te doen? YouTube. Wat vind je het leukste om te doen op YouTube op dit moment? Op dit moment zijn we bezig met Trails Evolution. The King vs. Delete NL. En dat vind ik echt wel heel erg leuk, weet je. Dat is echt lachen. Want ja, met Paul heb ik altijd al heel veel lol gehad ook. En ja, weet je, dat vind ik gewoon echt leuk om te doen. Een magnetron. Kijk, daar heb je hem. Als je een gloednieuwe mooie magnetron voor een tientje kan kopen bij de winkel. Zou hem dan kopen? Nee, ik heb er net een gekocht. Die was iets duurder, maar vandaar. Dan hebben we er eentje met een hele moeilijke naam. Hubble Puppele Pup 2000. Loco Benink 2000 ofzo. Hoeveel Moho's heb je gehaald? Ik weet het echt niet meer. 26. Nee, ik weet het echt niet meer. Ik heb niet zo heel veel Moho's gehaald hoor. Niet zo veel als Erik, zeg maar. Nou, ik ben ook een beetje de tel kwijtgeraakt. Maar ik denk zo'n 26, zo'n beetje. 25, 26 kunnen er ook 30 zijn. Maar wel redelijk, weet je. Ik heb wel een aantal gehaald. Als je Call of Duty Ghost gaat kopen. Dat is dezelfde gozer die dat vraagt. Als je Call of Duty Ghost gaat kopen, wat hoop je wat er allemaal in gaat zitten? De disc, een boekje en mijn geld terug, weet je? Dat lijkt me ook wel leuk. Nee, ik... Ik denk dat je bedoelt van wat er in die game moet gaan zitten. Nou, ik hoop dat er gewoon specialist in gaat zitten en weer een MOAB. Dat vond ik toch eigenlijk wel heel leuk. De knikkerbaan. Wat vind je van een knikkerbaan? Next. Dennis Wise. Wat moet er in COD Ghost zitten naar jouw mening? Nou, dat is dezelfde vraag, hè. Super Ezel. Heb je kinderwensen? Ja, die had ik wel, nu niet meer. Die kinderwensen heb ik alweer in vervulling laten gaan toen de tijd al. Ik wou altijd al bij de brandweer en toen heb ik 4 jaar en 4 weken bij de brandweer gezeten, bij de jeugdbrandweer. Daarna ben ik daar gebleven vanaf mijn 18e tot mijn 27e. Ja, tot mijn 27e. Toen ben ik gestopt. Ik ben nu inmiddels ben ik 28. Maar toen ben ik gestopt wegens allerlei dingen wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik heb heel veel leuke dingen meegemaakt. Dus daar probeer ik ook een beetje aan te denken. Maar ook heel veel minder leuke dingen. Ook heb ik in die tijd gezeik. Echt heel veel gezeik om mijn werk. Ik had ook net eigen huis gekocht. Dus ik had een beetje zo, ja. Weet je, het is een beetje allemaal... Dus toen ben ik daarmee gestopt. Ik kon het allemaal niet meer handelen. Ik kon er niet meer... ja, op een gegeven moment als je een paar dooien achter elkaar hebt gehad. Dan, dit klinkt alweer een beetje bruut. Maar ja, dan moet je ook weer overheen en zo. En ja, ik heb heel veel tijd nodig gehad om dat te verwerken. Het is af en toe nog niet helemaal verwerkt. Af en toe word ik er nog wel eens aan herinnerd. Maar goed, ik wil het daar niet al te veel over gaan hebben. Want ik krijg er al helemaal kippenvel van. Weet je. Dus we gaan gewoon gauw door naar de volgende. Ezel Gaming NL. Wat vind je het leukste aan je, aan je vriendin? Ja, de spontaniteit die ze hebben, dat vind ik echt wel heel erg leuk. Matthijs Wiegmink. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek hoor jongens. Even kijken, wat vind je van Bo 2? Nou Matthijs, sorry dat ik het zeg, maar ik denk dat je weinig naar mijn video's kijkt.
Even kijken hoor, 15 minuten alweer. Ik denk dat je weinig naar mijn video's kijkt. Poll 2 vind ik minder, laat ik het zo zeggen. En Matthijs vraagt nog, heeft nog een vraag. Jeff, als er een giveaway is... wel leuk. Jeff, een giveaway is wel leuk. Maar Xbox Points hebben de PS3-spelers niks aan. Ja, klopt. Xbox Totaal, daar kan ik wel een klein beetje gaan vertellen. Xbox Totaal is ook bezig dat er PS3-punten komen. Of tenminste voor PlayStation-punten komen. Daar zijn ze nog mee bezig. Ja, meer weet ik er ook niet van. Weet je, het is een beetje afwachten. Dus vandaar. Michiel of Mitchell? Mitchell, ja, Mitchell Klaver, Michiel Klaver. Nou, ik noem hem gewoon Klaver. Vraag. Kijk je uit naar GTA 5? GTA heb ik wel gespeeld hoor, maar ja, GTA 5 kijk je er naar uit. Nou, niet echt. Kingfans 222. Wat is het grappigste moment wat je mee hebt gemaakt op COD? Het grappigste moment wat ik heb meegemaakt op COD, dat is dat ik een avond zonder lek heb gespeeld. Nou, is dat niet grappig? Huh? Oké. Herman van Elton. Wat zou je door de community, YouTube allemaal, over hebben? Ja. Wat zal ik daarvoor over hebben? Ja, ik doe er alles al aan. Weet je, tenminste, wat ik eraan kan doen, dat doe ik. Dus, ja. Weet het niet. Even kijken. Bochio Beest. Ik zal het wel verkeerd lezen hoor. Hoe lang game je al? En welke games? Jezus, dat is een heel lastige vraag. Hoe lang game je al? Nou, vanaf Mario. Mario Bros. Vanaf die tijd. Dat is super. Nee, niet eens. Nintendo 6-bit is dat, geloof ik. Dus zo lang game ik al. Ja, en online eigenlijk. Ja, op de PC toen ik een jaar of 12, 13 was. Daarna heb ik tijd niet meer gespeeld. En toen. Jeetje. Toen Black Ops 1 eruit kwam, ben ik. Ja, door een maat eigenlijk van me. Ben ik een beetje weer gaan gamen. Even kijken. Remco Power. Vraag: wat is de eerste game die je ooit hebt gespeeld? Ik neem aan op een console en dan is het Mario geweest. Wat is de slechtste game die je ooit hebt gespeeld? 2. Appel of peren? Ik vind allebei wel lekker. Vooral die peren ijsjes, dat vind ik helemaal lekker. Movieboy 92. Ik weet dat je COD en Battlefield doet en upload. Maar ga je ook GTA 5 kopen en uploaden? Nou, daar had ik nou eigenlijk niet over nagedacht. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik GTA 5 ga doen. Maar goed, wat niet is, dat kan altijd komen. Diari 7. Wat wil je in God Ghost? Wapens, streaks enzovoort. Nou, in ieder geval specialist weer gewoon. En wapens, ja, die NPC vind ik wel heel erg lekker. En ja, ik weet het eigenlijk niet. Het maakt me niet zo heel veel uit eigenlijk. Ga je ooit PS3 of PS4 kopen? Denk het niet. Ik denk niet dat ik dat ooit ga doen. Omdat ik gewoon goed ben met Xbox. Tenminste, ik ben eraan gewend. Sinterklaas 078. Wat vind je de leukste COD? Tot nu toe vind ik MW3 toch wel het leukst. Wat is je favoriete wapen? Alle COD's. MP7. Jij musters. Oké. Okay. Dat maakt niet uit. Amin. Hij zegt, heb je ooit porno gekeken? Tuurlijk, wie niet? Ja, iedereen kijkt wat porno.
Ja, niet meer. Ik doe het nou niet meer om. Kijk, als je er eentje hebt gezien, twee hebt gezien, heb je ze eigenlijk allemaal wel gezien. Het is allemaal een beetje. Het is allemaal een beetje hetzelfde, vind ik. En, nee, ik doe het liever zelf video's maken. Staat ook wel trouwens op mijn YouTube kanaal. Nee. Oké, we dwalen er helemaal af. Jij. Die hadden we al gehad. Twinkarp. Wat is de beste reden dat je, begonnen bent met YouTube? Eén uitkiezen dus. Wat is de beste reden? Ja, gewoon, het is gewoon lol, weet je, gewoon fun. Het is niet echt een reden geweest. Het is een beetje uit de hand gelopen hobby. Wat was je leeftijd dat je voor het eerst alcohol hebt gedronken? 13 jaar. Ja, het was gedronken ook. Het was op een feestje van een vorige hobby van mij, zeg maar. Maar toen, toen was ik niet 12. Ik denk dat ik wel 12 was, weet je. Dat ik echt dronken was, toen was ik een jaar of 13. Ik raad het niet iedereen aan trouwens om dat te doen, maar goed. Waarom Xbox One en niet PS4? Omdat ik Xbox gewend ben. Marcel Bogaert was dat. Rick 010 Forever. Hoe weet je zoveel van het begin van een kanaal? Hij bedoelt van hoe ik. Ik heb een serie starten van een kanaal en dan leg ik het een en ander in uit. Je hebt me echt super veel geholpen, thanks. Gewoon door het doen. Tutorials kijken op YouTube. Goed naar mensen luisteren als ze wat uitleggen. Ik ben ook geen held in Engels. En alles wat ik leer eigenlijk, dat doe ik via. Via YouTube tutorials kijken. Vaak is het in het Engels, maar ook in het Russisch. En dat maakt me allemaal niet uit. Als ik maar een beetje kan volgen wat ze doen. Zo heb ik het eigenlijk allemaal geleerd. Jordi Den Dunnen. Jordi Den Dunnen. Even kijken hoor. Waar ken je je vriendin van en hoe zijn jullie samengekomen? Ik ging naar een maat toe, naar zijn werk toe. Hij had een nieuwe auto en we gingen even een rondje rijden. En daar tegenover het bedrijf stond een manege. Even kijken naar de tijd, oké. Okay. Daar stond een manege en daar was zij bezig. Nou, die maat van mij en zij hadden wat afgesproken om einde van de middag even wat te gaan drinken. Wat hij ook had gedaan, die maat van me, die had mij uitgenodigd om even te komen kijken naar zijn auto. Ik kwam hem wel vaker, weet je, daar ook bij het bedrijf. En toen kwam zij in ene. En toen zei ik een keer van, ik vind je wel chicky, weet je. En ik weet het eigenlijk. Ik kwam op een gegeven moment zo te sprake. Ik zei, ga ik hem even varen, hè? Want varen vind ik ook helemaal te gek. Een beetje waterskiën en zo. En toen... is er eigenlijk zo van gekomen, kreeg ik een telefoonnummer, zei die van mij. En toen varen hebben we toen dat jaar nog niet eens gedaan. Maar toen ging het gewoon met elkaar om en toen ging het eigenlijk allemaal heel snel. Zo ben ik er eigenlijk een beetje aan gekomen. Jurik de Jong. Jurik de Jong. Wat is je lievelingsmap? Van welke game, weet je? Ik ga vanuit van MW3, dat is toch wel Hardhead. En Black Ops 2, Hijacked. Dan vraagt de King 77 en L. Waarom is Paul zo lekker? Oké, next. Waarom rook je niet... Dat, even kijken hoor, Nextie, hupplepup Nextie, waarom rook je niet dat het mijn uitmaakt, maar ben wel benieuwd. Ik denk dat jij bedoelt waarom ik niet rook tijdens een facecam met een live, gewoon dat ik live ben, dat ik aan het livestreamen ben. Dat komt omdat ik er, doe ik hem altijd uit. En dat doe ik eigenlijk voor, ik vind dat ik toch wel een klein beetje een kleine voorbeeldfunctie heb. En ik vind dat roken dom is, weet je. Dat moet je gewoon niet doen. Stop het daarmee! Ja, weet ik. Maar daarom eigenlijk, dat is eigenlijk de reden.
Niels Sluiter, waarom ben je de enige die op dit kanaal uploadt en niet de rest van Team Dief? Er is geen Team Dief meer, die bestaat niet meer. Daar ben ik helemaal mee gestopt. En Team Dief, ja, ik uploadde als enige op het kanaal, omdat ik ook de enige was die kan nooit uploaden. Waarom zijn er zoveel YouTubers de enigste dat je niet... Hou even. Waarom zeggen zoveel YouTubers... waarom zeggen zoveel YouTubers enigste? Dat is niet correct Nederlands. Nou, ik denk dat ik ook de enigste ben die dat zegt. Denk ik. Nee, ik weet het niet. Het zal wel s'avonds wezen of zo. Ik ben zo s'avonds als de nacht natuurlijk. Want ik ga ook altijd naar huis en ik ga naar buiten. En ik loop op mijn blote poten buiten, weet je. En ja, gewoon s'avonds. Ik weet het niet. Ik kan er ook niks aan doen. In het begin heb ik nog wel eens op gelet, weet je. Om dan niet s'avonds te praten. En toen waren er eigenlijk heel veel gasten die zeiden van... Oh, het is eigenlijk wel leuk, weet je. Om, leuk. Om naar, ja... Om naar te luisteren. Nou, weer eentje met een hele moeilijke naam. Hey Jeff, welke wapen over alle Call of Duty's vind je het best? De MP7. BMG Symbols. Wat vind je van meiden die COD spelen? Lekker! Ja, ik vind het heel lekker. Michael Killer of zo. Even kijken wat staat er. Nou, dat maakt het niet uit eigenlijk. Wat heb je. Wat doe je in je vrije tijd? YouTuber, motorrijden, vliegen. Dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Maar hoofdzakelijk YouTube. En gamen natuurlijk. Nee, want anders heb ik geen gameplays. Even kijken hoe ver zijn we. Oh, 26 minuten. Het gaat wel heel erg hard. Thomas A. Wat vind je van het mooie dorpje Krommenie? Krommenie rules. Nee, ja, ik vind het een prachtdorp, weet je. Ik ben erop gegroeid, ik ben er geboren en ik vind het allemaal prachtig. Ik ben er niet geboren, maar goed. Ik heb een dag in het ziekenhuis gelegen of zo, toen ben ik meteen naar Krommenie gegaan. Ja, ik vind het echt een heel leuk dorp, een gezellig dorp. En dat komt ook eigenlijk omdat je heel veel mensen kent natuurlijk. Dus, ja, dat vind ik ervan. Dan hebben we Gijs Kremp en Hakan... Hakan Ilbas. Ilbas, dat is een bekende naam. Waardoor ken je Paul? Dat is wel leuk om te vertellen. Heel veel mensen denken van ja, Jeff, jij bent met Paul in contact gekomen. En want jij wil veel dingen met hem doen. Dat is helemaal niet zo, want ik heb met Paul al heel lang contact. Paul had volgens mij 1000 subs of zo. Ja, ik denk dat hij net al 1000 subs had. Toen kreeg ik een berichtje van hem. Hij zag mijn commentaries. Dus ik kreeg een berichtje van hem. Hey, wat leuk. En leuke commentaries maak je. Dat was nog in zijn tijd. Deed hij dan Engels. En hij zei, ja, misschien kunnen we bij elkaar een beetje gaan kijken. En van elkaar leren. En ook een beetje elkaar helpen en zo. Nou, dat hebben we toen ook gedaan. En sindsdien heb ik eigenlijk toch wel contact met hem gehad. Niet veel, heel weinig. Pas op het moment dat hij over ging stappen naar het Nederlands commentator, was dat voor mij ook makkelijker om naar te kijken, omdat ik gewoon geen Engels kan, of tenminste niet goed kan. En ja, sindsdien heb ik eigenlijk heel veel contact met hem gehad. Ja, dus zodoende ken ik hem eigenlijk, weet je. Ik kreeg dus een berichtje van hem gewoon, van hey, het is leuk en misschien kunnen we het samen gaan doen ook. Dus ja, dat komt allemaal niet van mij af. Hoop mensen denken dat, maar dat is... je kunt het ook navragen bij Paul. Zet gewoon in bij zijn video, stuur een privaat berichtje. Waarvan kun je zal hij precies hetzelfde vertellen. Ben je kaal? Nee. Maar wel op een andere... Nee. Oké, ik ben niet kaal, nee. Ja, ben wel kaal, maar toch ook wel weer niet, zeg maar. Even kijken, wat zijn toch geen vragen? What the fuck? Wie vroeg dat nou eigenlijk? Stefan. Ben je kaal? Oké, dan hebben we Poudina 075. Oude krommenier. Hoe hard kan je motor? Nou, daar ga ik even vanuit van mijn eigen motor. Die zwarte, die gaat denk 160, 170. Ik rijd eigenlijk nooit, want ja, dat rijdt gewoon niet lekker. Ik ga eigenlijk nooit harder dan 140. En als je op zo'n klapper zit, dan...
wordt het al een keer tijd om even wat rustiger aan te doen, want het zit niet al te lekker dan. Even kijken. Dan hebben we weer eentje van Hakan. Wat zijn je PC-specificaties? Nou, ik heb een i7 en voor de rest weet ik het allemaal niet, want ik heb er niet zo heel veel verstand van. De Gamer Station Full. Ga je een keer MW2 gamen? Dat heb ik al een keer gedaan, omdat ik toen die game had geleend. Nu speel ik het niet meer. En dan hebben we er nog eentje van Gaming HD. Jeff, wat vind je leuker? MW3 of BO2? Ik denk dat je weinig van mijn video's nog hebt gezien. En ik raad je ook aan om die even te gaan kijken. Maar ik zal het je nu ook even vertellen. Ik vind tot nu toe MW3 veel leuker als BO2. Dat is mijn mening. Daan, Glim. Dat is ook weer zo'n vraag, weet je. Frikandellen of kroketten. Hetzelfde als bananen of peren. Of waarom zijn bananen krom of wat dan ook. Ik zei toen ook, jongens, kom op. Stel gewoon normale vragen. Hè? Dan wordt het ook gewoon leuker om die commentary te maken. Maar frikandellen vind ik toch wel lekkerder, denk ik. En dat komt eigenlijk doordat ik een keer een hap nam. Toen van een kroket dan. Toen plofte die kroket dat ik allemaal hier die hete zooi op mijn bakken zweet. En dat is natuurlijk helemaal niks. Oké, de beste reacties wat we hebben gekregen op die vraag. Of op die Q&A vraag dan. Van jongens, stel je even je vraag. Dat is van... ik durf het bijna niet te zeggen. Van... Paul. Waarom is Paul zo lekker? Nou, er zijn 8 mensen die hebben daar een duimpje omhoog gegeven. Dus die moest ik gewoon nog een keer herhalen. En van Gamingkanaal... Gamingkanaal, hoe ben je begonnen met YouTube? Nou, dat heb ik ook allemaal verteld. Dus ja, dat waren eigenlijk alle vragen die ik heb beantwoord, die ik heb gekregen. De meeste heb ik ook gewoon verteld nu allemaal. Sommige natuurlijk niet, omdat ik hem gewoon niet leuk genoeg vond. Dus vandaar, de gameplay. Ja, zoals jullie zagen, het is een hele vette gameplay. Het is echt een rach gameplay. Dit is op... Hubbit Tower of zo, een Hubbit Tower. Ik weet het niet eens. Ja, ik weet het wel, mijn kinderen nou even niet opkomen. Maar dat is eigenlijk de gameplay. Het is best wel rachen, weet je. En ik maak op zich best nog wel een hoop kills. Voor Battlefield 3 gaat het er eigenlijk om de winst. Gaat het niet eens zo heel zeer om de aantal kills die je hebt. KD boeit ook niet zo heel erg. Het is meer gewoon hoeveel winst je hebt. En dat is gewoon het belangrijkste bij Battlefield 3. En dat vind ik ook het vetste van de game. dit is echt een rust gameplay. Het is echt alleen maar rachen. Af en toe verstop ik me eigenlijk eventjes. En ik zal je ook even weten waarom. Dan zeggen ze wel weer van Jeff, je zit te campen. Maar dat is niet helemaal zo. Want wat gebeurt er? Als je kijkt hier beneden, zie je onderin... zie je zo'n hartslaggolfje. En ik zit ondertussen ook even te kijken. Hoor. Zie je zo'n hartslaggolfje. En daarbij zie je 100%. Nou, als die naar beneden loopt, dat is dan je leven. Af en toe moet je gewoon even healen. Het is hetzelfde als bij een COD game. Dan wordt het natuurlijk helemaal rood, hè, voor je. Maar dan wacht je gewoon tot dat weg is. Nou, hier werkt dat Battlefield werkt dat zo. Dus vandaar. Deze map vond ik in het begin echt een kutmap. Ik had echt zoiets van, what the fuck, waar komen ze allemaal vandaan? Ik ben constant in mijn rug geschoten. Maar nu dat ik de map gewoon voor de derde keer speel, dit is nu de derde keer, gaat het eigenlijk alleen maar lekker. Zoals je ook ziet, ik speel vandaag, dit was gisteravond laat, nog een potje. Speel ik met Paul. Paul die ging op zich ook best wel lekker. Wat hij heeft gedaan in het begin, hij ging met een shotgun lopen kloten. En daarom is hij eigenlijk, heb hij weinig kills gemaakt, zei hij. Sadie en vertelde hij. Maar ja, dat is eigenlijk de reden. Wat ik ook super vet vind van deze game is eigenlijk dat je gewoon meerdere dingen kan doen. Je kan engineer doen, je kan weet ik veel wat, je kan anti-tank doen, je kan ammo kisten geven aan je teammaten. Maar ook kan je met van die fibrators, met die defibrillator. Wij noemen het altijd de klapkast. Kun je gewoon mensen even een puls geven. En dan leven ze weer. En dat vind ik wel heel vet van de game. Dus je kan gewoon geraapt worden. Dus dood is niet altijd dood. Hier zie je het ook trouwens. Dan helpen ze hem gewoon even tot leven. Maar goed, de gameplay zit er alweer bijna op. Zo te zien.
Dan hebben we alweer even kijken. 35 minuten en 30 seconden en 1500ste volgelul. Ik zal zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Jullie hebben een vraag gesteld. Die heb ik beantwoord. En mijn vraag is alleen, doe even een duimpje omhoog. Alle reacties zijn welkom, jongens. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Ik wacht nog heel eventjes om even mijn score te laten zien. Your team lost, dat is wel heel erg minder. Dit zijn mijn scores. 54 om 33, zoals ik het nou even kon zien. Bedankt en tot later. Ciao.